Dames en heren, jongens en meisjes, daar zijn we weer. Deze keer zitten we in ETS, jongens en meisjes, ETS. Kijk, hè. Ik kan de lamp even willen zetten, zo. Dan is dat niet zo voor de achtergrond. Wij gaan even een keer een andere wagen pakken. Ik denk wel een Scania of zo, maar ik moet even kijken welke. Die of zo? Ja, wacht, ik heb deze ook nog. Ik heb vol. Ik had natuurlijk twee of drie zwagemans. Oh nee. We doen die. Ik wil die van zwageman wel weer een keer pakken. Ik denk dat er geen stuur in zit, maar dat weet ik niet 100% zeker. Daar moeten we even naar kijken. Oh, er zit wel een stuur. Even kijken hoor, ik zet hem heel even. We moeten heel even naar de winkel. We staan in Rotterdam, ja. Zo, even snel naar de winkel hoor. Zo, sorry. Oeps. Zo. Even kijken hoor, we gaan hem heel klein beetje upgraden. Zo, die. Even kijken hoor. 12. 12 plus 2. Doe die erin. Pijpen, die houden wij wel hetzelfde. Ja, dan is dat het alleen. Want ja. Dan is dat het wel alleen. Kijk hoor, options hierheen, even kijken hoor. Heel veel dingen staan niet heel goed natuurlijk. Maar ja, dat komt natuurlijk omdat de spel een update heb gehaald en ja, zo blijf aan de gang hè. Snel op de dag, gaan we snel. Voor mij doe ik het verkeerd, maar ja, we doen het verkeerd, want dan moet ik het vooral achter hun pakken. Ja, dat gaan wij niet redden, omdat die dak natuurlijk
Pils te hoog is natuurlijk. Even kijken. Ik heb hem nu. Okay. Van Amsterdam. Nee. Nope. Ja, die kan wel. Zware vrachten. We gaan het gewoon proberen. We gaan het gewoon proberen, anders heb ik natuurlijk nog wel een ander voorwagen. Een beetje beter natuurlijk. Zo. Nou, we gaan gewoon weer ons best doen. De eerste uur daarin rijden. Maar ja, maakt niks uit. Als jullie af en toe denken van oh, de beeld loopt vast. Ja, dat komt natuurlijk omdat dingen is natuurlijk weet het. Ja, ik speel natuurlijk Pro Mods en ja, Pro Mods werkt niet meer helemaal op de game, omdat het natuurlijk verouderd is. Dus ja, nee, dat komt wel goed, jongens en meisjes, zie je wel. Dat was eruit de missen natuurlijk. Ja, we zijn in Amsterdam hoor. We hebben iemand een ongeluk gehad. Oké. Zo, wow. Even driften met de druk, jongens. Ik weet niet wat die fluit is. Maar dat zit al vanaf dat die 1,51 uit is, dan zit dat er al in. Met dat. Weet je, dat die fluit, ja.
Kijk, wat was deze? Ja, dan die. Want waar moet deze dan heen? Oh nee, dat gaan we niet redden. Ja, doorgaan. Voor mij gaat deze niet redden. Maar daar niet onze wagen is te hoog. Onze wagen is te hoog. En dat gaat hem niet worden dan. Dus dan moeten wij maar deze nemen. Van dat makkelijk aan, hè? Dat weet ik niet. Oké. Dan doen wij even wat anders. Ook niet dat ik in nu ga crashen natuurlijk. Oh wacht, nee. Ik wil het even hier doen. Niet, ik heb even. Dumper. Nee, wij zijn zwaar man, hè. Moeten we die op? Moeten we die? We pakken die. Was dat F6? Ja, F6 was dat. Ja. Ja, dan moeten wij even naar Rotterdam rijden. Dat is het enigste, maar oké. Hey, kijk. Kijk, soms jongens, soms kan het niet gaan zoals wat wij willen. Dus ja, soms jongens moeten we ook maar even voortoenemen van wat we hebben en wat we niet hebben.
Alleen ja, ik had natuurlijk eerst een andere truc. En daaruit zijn we natuurlijk daarheen gereden en daarheen gereden. Dus ja, jongens, jullie hebben een videootje dat ik alleen even rond aan het rijden ben. Alleen maar rondjes aan het rijden, rondjes aan het rijden. Snel tegenaan. Nou, dat was niet verwacht. Nou ja, moeten we even opletten. Ja, was 7% beschadigd. Nou, die even uit. Dan hoeven wij niet de hele tijd in ons beeld te hebben. Ik vind deze interieur ook wel heel mooi. Ik heb een andere interieur op mijn andere map. Heb ik een andere interieur? Of ik heb twee mappen natuurlijk. Ik heb ook een privé map gemaakt een paar uur geleden. Ja, en dan heb ik natuurlijk een soort van bruine stuur. Een beetje een oude interieur en daar hou ik wel van, een beetje oud, weet je. Zo zijn we bij een garage.
Nou, ik denk dat ik hem hier ook wel bij afgesluiten natuurlijk. Ik ga nog wel een paar keer natuurlijk zelf even een rondje rijden op deze map natuurlijk. En even wat weer geld verdienen natuurlijk. Maar voor nu wil ik natuurlijk zeggen, ja, bedankt voor het kijken. Sorry dat ik niks gedaan heb. Ik heb even een rondje gescheurd. En even de auto gepimpt. Maar sorry dat ik niks heb gedaan. Maar voor de English keizer wil ik zeggen, thanks for watching, conserving, don't forget to sub button below, don't forget the notification bell. And see you in the next time. Zoals hij zei, is later later, zoals ik al zei. Is later later en ik zie jullie de volgende keer. Yo yo, yo yo.